De vaste parlementaire commissie voor transport, communicatie en toerisme onder leiding van Obed Kanapé heeft op woensdag 17 juli een presentatie bijgewoond over de activiteiten van Telesuur. De presentatie, gehouden op het hoofdkantoor van Telesuur, werd verzorgd door directeur Mike Antonius, stafleden en leden van de Raad van Commissarissen. Ook de minister van TCT en zijn staf waren uitgenodigd. Tijdens de presentatie werden verschillende onderwerpen belicht, waaronder de Telesuurstrategie 2025, hoogtepunten van 2020 tot 2024, zoals de instelling van de aanbestedingscommissie en de verglazing van Nieuwmond Merian. In dit rijtje hoort ook de implementatie van een nieuw functiehuis en performance management en de kick-off van speerpunten voor Telesuur World Class. Daarnaast werd de transformatie van een klassieke telefoonoperator naar een digitale partner, de groei van breedband van 2020 tot 2024, de supply chain onder het directoraat en de jaarverslagen besproken. Tijdens en na de presentatie beantwoordde het team van Telesuur direct de vragen van de commissieleden.